Deze nieuwsuitzending is echt nieuws. Want ik ben net in de Albert Heijn geweest. Ik drink van het zware bier. En dan overdag, als ik wakker moet worden, dan loop ik naar de Spar. En dan 's avonds, dan loop ik iets verder en dan ga ik naar de Albert Heijn. Dan haal ik dat bier wat bij de Spar veel te duur is. Bij de Spar koop ik die goedkope rotzooi van 99 cent. Smaakt eigenlijk helemaal niet zo lekker. Ja, je moet er wat. Loop ik helemaal naar de Albert Heijn. En ik vind het toch een leuke winkel. Veel kussen. En aanbiedingen met je bonuskaart. Dus als je honger hebt, ja, je loopt de Albert Heijn binnen, je loopt naar buiten met een kilo graanproducten voor 90 cent of zo. Ze hebben ook van die eieren, die zijn heel lullig verpakt in CO2-vijandig plastic of zo. Dus daar praat je over. 14 cent per ei. Ja, het zijn niet zulke grote eitjes, maar het idee van een eitje. Even klaarmaken. Lekker hoor, als je helemaal geen geld meer hebt. Hè? Dan doe je het volgende een uitje of zo in de pan. Een klontje dinges erbij of wat olie wat je nog hebt. Knoflookje mag erin. En dan gedroogde Spaanse peper. En de spaghetti, die moet je van tevoren even koken. Die moet je erbij in maaieren. En dan een ei er doorheen. Een beetje zout erover. Heb je gegeten voor, ja, wat kost een handje spaghetti? En wat kost een ui? En een heel ui hoeft er niet in. Dan nodig je uit een vriend of een vriendin. Zullen we een ui gaan delen? Denk om die olijfolie, dat je die niet te heet maakt. Want dan gaat dat is niet lekker. Het moet een smeuïg geheel blijven. Ook die knoflook niet laten verbranden. Niet doen. Heel goed voor oppassen. Heel zachtjes. Dan is de spaghetti erbij. Niet te zuinig zijn geweest met de olijfolie, want dan ga je allemaal opeten. En dan zo'n eitje van de Albert Heijn erbij. Dan moet die spaghetti van het vuur zijn. Ja, spaghetti van het vuur af en dan het ei erin. En dan krijg je, als je goed doormaalt, dan wordt het ei wordt een bindmiddel. Net als in de bavarois. Zo'n Franse kunstvorm met toetjes. En die ingrediënten kan je halen bij de Albert Heijn. Goeie winkel. Was ik daar de vorige keer, dat kijk ik terug. En er stond zo'n haspelaar. En die stond in het Engels te stamelen wat hij moest afrekenen. En het meisje schakelde in één keer over. En wat me opviel is dat het meisje sprak vloeiender, begrijpelijker, niet zo binnensmonds, maar uitspreken. Dat meisje sprak Engels uit, heel duidelijk. En die man zo, maar hij kwam uit Kenia of zo. Hij kwam niet uit Herugowaard, althans zijn ouders niet.
En zijn grootouders zeer zeker ook niet. Anders had hij wel Nederlands gekund. En een meisje geeft een netjes antwoord in het Engels. En toen was ik aan de beurt. Toen zei ik, mag ik ook in het Engels? Zij zei, yes of course. Heb ik in het Engels afgerekend. Ja. Hey, vriendelijke mensen die daar werken. Ze verdienen niet veel geld. Maar dat is best zielig. Als je bij de Albert Heijn werkt, krijg je afgerond 5 euro per uur. Als je 40 uur in de week draait. En dan moet je 60 uur voorbereiding, afbereiding, bla bla bla. Oh, wat ben ik moe. 60 uur in de week ben je voor je werk elders. Zo'n 200 euro in de week. Dat is 800 euro nog iets in de maand. Dat is 350 euro voor een kamer. Zeg maar 100 euro voor je ziektekostenverzekering. En nog meer. Ja, de rest heb je wat over, denk ik. Je hebt je 400 euro in de maand. Pak een beetje. Iets minder. 350 euro. 75 euro per week. Of 70 euro per week. Tientje per dag. Daar kan je niet van leven. Daar kan je niet van op vakantie. Daar kan je niet van sparen. Je moet ook nog je overchip. En er is iemand jarig. Dan ben je ook weer zoveel aan kwijt. En dat allemaal van 800 euro in de maand. 350 euro voor jezelf. Hey, dat is erg. Dat besef ik wel degelijk. Maar dan nog, het blijven mensen die daar werken. Het zijn mensen die wonen bij hun ouders. Of mama. En dan is het leuk. Als je dan 40 uur in de week draait, ja, dan breng je 800 euro in de maand binnen. Ja, daar is mama blij mee. En dan kan je sparen. Maar dan moet je wel bij mama wonen. Of mama en papa. Snap je? Al die mensen die daar werken. Ja. Het is een hele fijne arbeidsatmosfeer. Dat klopt allemaal. Iedereen neemt genoegen met zijn 5 euro per uur. Ja, je moet toch wat? Ik vind het gek hoor. Hier op de Arnhemse markt, daar weet ik dat die mensen die daar Met van die dode vissen lopen te smijten, net als in Asterix en Obelix. Van, is deze vis bedorven?
Ja, die gaan naar huis met 20 euro per uur, man. Gewoon doorbakken. Die visrotzooi, die kost helemaal geen enkele drol. De kwestie is dat je allemaal op tijd bent en dan gaan we met de bus naar Arnhem toe en dan de tent uitklappen en dan de frituur doen we aan en dan wachten we tot al die Arnhemmers onze vis komen halen. Dus we hebben een winstfactor van 80% of zo. Als jij zo'n lekker bek, dan denk je dat het inkoop is. Wat een vis. Het is koolvis. Kost geen rol. Het enige wat je ermee moet doen is een beetje door die dingen heen halen. En dan huppakee in de frituur. Wil u kruiden erbij? Ja, die kruiden kosten ook geen rol. Ik heb dat liever. Dat vind ik eerlijker handel. Individueler. Ik hou niet van supermarkten. Maar het zijn omgevingen waar je mensen tegenkomt. Dat wel. En zat ik daar. Ik was ik daar. Er zit dus een jongen. En daar hou ik ook niet van, hè. Jongens achter de kassa. Wat is dat nou weer voor een poesie? Dat kunnen die meisjes toch nog? Maar hij ging dat doen. En hij heet Marlon. We zeggen, hey, jij hebt een mooie naam. Het zijn bij de Albert Heijn hebben ze, dan moeten ze dan zo'n naamkaartje hebben. Ja, ik mag dat lezen, want ik heb een bril. Hé, hey, dat is een mooie naam. Hoe zei hij, maar waar ken je hem van? Ik zei, nou, Marlon Brando. Ik vind het een goede acteur. Heel eerlijk. Maar die kende hij niet. Toen daarna zag ik hem weer. Vroeg ik, heb je die film al gekeken? Nee, dat was niet. En dan kreeg ik de bier en dan vroeg hij mij, wil je een bonnetje? Ik zei, nee, ik wil mijn bier als je het goed vindt. Ze pakte die één blikje terug. Hij zei, nou, je hebt veel te weinig betaald voor dit bier. Ik vind dat voor dit bedrag is 2 bier voldoende. Dat vond ik wel heel leuk van hem. Goeie grap. En toen een keer daarna, maakte hij weer een geintje. En dan zei hij, mag ik even in je rugzak kijken? Ik zei, ja, natuurlijk. Wat dan nou? Niet veel bijzonders. Maar die rugzak die doet dat al jaren. Dus. Ja, kijk er maar even in. Ja. Net vandaag. Twee kassa's waren open en de pinkassa dinges. Ik denk, ik ga wel lekker bij de Renate, die ken ik dan ook van vroeger. Die stond voor mij in de rij en die had de partij boodschappen. Wauw. Oh, wat ben ik blij. Zij is niet mijn vrouw. Jeetje, wat een boodschappen. Maar goh, Renate, ik ken haar al zo lang. Sorry, ik ben Marlon. Nou, de vorige keer had hij dus in mijn rugzak willen kijken. Ik denk, nou, daar kan ik nu een grap van gaan maken. Want wil je deze keer weer in mijn rugzak kijken? Maar ik denk, nee, dat doe ik niet aan. Marlon is 23, 24.
We gaan geen kleine kinderen pesten. Dus ik liet hem maar een beetje begaan. En mijn nek is... het was heel fraai, want dat bier... Dat is normaal gesproken 99 eurocent. Maar nu zat er zo'n sticker van 74 eurocent. En ik heb een bonuskaart. Maar ik was al een beetje geïrriteerd. Hè? Want ik denk, ja, dan zit je zo'n stickertje erop. En uiteindelijk betaal ik 99 cent. Ha, ha, ha. En Marlon zei tegen mij, ja, dat is alleen maar de bonus. Ik zei, ik pak even mijn bonuskaart. En voordat ik bliep bliep had gedaan, had hij al ingetypt, bonus. Ja, zei hij, ik hoef er alleen maar overtuigd van te zijn dat jij je bonuskaart hebt. Dat is genoeg. Dat bliepje maakt niet zoveel uit. Je hebt je bonuskaart laten zien en dan doe ik klik. Ik zei, werkt dat zo. En toen zei hij tegen mij, ik heb die film gezien. Hij zei, ik heb hem gezien. Ik zei, wat nou weer? Nou, het ging over Last Tango in Paris. Het was hem zwaar bevallen. Ik zei, dan moet je hem nog een keer gaan kijken. Nee, zei hij, dat ga ik voorlopig niet doen. Of woorden van gelijke strekking. Ik heb het over de Albert Heijn, je dagelijkse ervaring. En heb jij die film gezien, Last Tango in Paris? En weet je waar die over gaat? Ja, het is een hele mooie film. Het is een zwarte film, heet dat. Dus je moet weten dat je naar een zwarte film gaat kijken. Dus paddenstoelen in je kop. Kan je hier in Arnhem kopen, €12,50, heb je zo'n beginnerszakje. Niet hoger verwarmen dan 70 graden Celsius. Ja, maar ik heb geen thermometer. Ja, dat maakt niet uit. Je neemt kokend water en dat doe je het glas onder. Een glas heeft een bepaalde hoogte. Je moet het glas dat aan de rand vol doen. Dat doe je bij jenever. Hè? Maar een centimeter eronder, dat is de afmeting. Dan doe je voor 3/4 gloeiend heet water, kokend water. Dan de rest aanvullen met water van 15 graden of zo. Wat je ook kan doen is met je dat kokende water, daar doe je eerst een zakje thee in. Maar het mag niet te veel afkoelen. En dan de gesnipperde, helemaal fijn gemaakte miscellaneum paddenstoelen erin. Geen gezeik, iedereen rijk. Ja, je wil gek worden of niet? Nou dan. Moet je wel je diploma zien te halen. En kijk hem eens. Die film gaat over het uitspreken van de naam van de ander. Want de ander heeft geen naam. Namelijk. Een hele mooie gedachte. Ik heet bijvoorbeeld helemaal niet Perry. Dat is mijn naam niet. Namelijk. Daar gaat Last Tango in Paris over.
let maar goed op. En al die seks die erin zit, dat is een afleidingsmanoeuvre. Om het publiek aan het, dat is publicum, aan het kijken te houden. Maar dit is niet meer als een naturist gebeuren. Twee mensen in een blote kont. Ha, 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 ha. En Marlon Brando wordt op het einde doodgeschoten. En terecht. Want hij vroeg naar haar naam. En dat was de afspraak niet. Goeie film. Bijna een Griekse mythologie. En dan ga ik de volgende keer, als ik Marlon hier aantref, dat die lul achter de wijvenkassa zit, dan ga ik aan hem vragen om naar die andere film te kijken van Marlon Brando. Die in mijn geheugen ook zo'n topper is. Apocalypse Now. Van Francis Ford Coppola. Coppola, moet je zeggen. Niet Coppola. Francis Ford. Een of andere Illuminati, Jezuïte, mafketel. En die vent, Francis Ford Coppola. Die werd benaderd. Oh, welkom. En die kreeg allemaal Amerikaanse helikopters mee. En die mocht een mooie film gaan maken. Op basis van het boek van... Is dat Burroughs? Het heet Into the Heart of Darkness. Een verfilming van Into the Heart of Darkness. Ken je dat boek? Ik heb het gelezen al. Een mooi boek. Ik weet niet of het Burroughs is. Hoor. Als je Into the Heart of Darkness even op Wikipedia doet, dan vind ik het zo. En dat is verfilmd door Francis Ford Coppola. Met Marlon Brando als toetje. The Horror. Dus dan ga ik de volgende keer ga ik tegen Marlon zeggen van oké, dus Last Tango in Paris vond jij dat vond je vervelend. Was geen leuke ervaring. En dan nu Into the Heart of Darkness. Ja, zijn ouders hebben hem toch Marlon genoemd. Nou. En waarom? Want wie heet hij Marlon? Die Joker, die is 23. Dus die is geboren aan het einde van de jaren 90. Ja. En hij heet Marlon. Ja, dat is vanwege Marlon Brando. En hij kan dan zeggen, ja, wat een verschrikkelijke wereld. Dit is op de erg verwoorden. Ja, maar dat vind ik ook. En waar ik het meeste hekel aan heb, de mensen die denken van, oh nee, ik ga in de gezondheidszorg en dan ga ik mijn rug kapot werken tot aan mijn, ja. Al die carnavalsvierders, geen enkele reden toe. Ga er weer. The Horror. The Horror.
Ik zou zo'n jong graag willen adopteren, maar... Heb je zo'n kerel over de vloer? Komt hij thuis met van die suffe vriendinnen? Oh nee, niet zo. Als je dan toch brunettes wil, dan neem een brunette met verstand. Ho, 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 ho. Dus dat zit er ook niet in. Maar voor de rest wel. Even om de spoiler alert te geven van de Apocalypse Now. Het gaat over een aanval op Vietnam. Dus de locatie is veranderd. Want Into the Heart of Darkness speelde zich af in Afrika. En dit speelt zich af in Vietnam. En Charlie Sheen, die wordt verordeneerd om Captain Huppeltje Pup. En dat is Marlon Brando. Marlon Brando heeft een eigen koninkrijk gecreëerd. Met doodskoppen en opgehangen mensen en alles, bloed en losgeslagen commandant van het katholieke leger. Een mooie film. Goed gedaan. Ook met blote tieten erin. Dat is Last Tango in Paris. Een beetje tieten, anders blijf je niet kijken hoor. Geldt ook voor vrouwen, by the way. Ja, dat is de Albert Heijn belevenis. Dat je daar weer stilstaat. Daar werkt een kassier en die heet Marlon. En andere films met Marlon Brando, die ken ik niet. Oh, geen enkel probleem. Dit zijn wel zijn twee mooiste. Een goede acteur. Heel negatief. De horror. De horror. Ik zou zeggen, je schaft jezelf een brunette aan. En dan ga je samen naar Apocalypse Now kijken. Met popcorn erbij en cola. Zeg maar. Wat past er nou goed bij cola? Komkommer? Nee, komkommer en cola is niet lekker. Het eerste wat mij te binnen schiet is rum. Maar het is een saaie oplossing. En rum is duur. Coca-Cola met zelfgemaakte jenever. Dan gaan we praten. Lekker rustig aandoen, snap je? Die mensen bij de Albert Heijn, die krijgen maar 5 euro per uur. Die dienen rustig aan te doen. Als ze thuis zijn. Zij kunnen niet wild. Zij kunnen niet op vakantie. Zij zijn gedoemd. Om voor 5 euro per uur te werken. Heb respect voor die lui. Snap je? Het zijn geen krokodillen. Het zijn mensen.
En wij verneuken ze. We laten die kinderen werken en dat moet helemaal niet. Kinderen moeten vrij zijn. En die oude mannen, die doen het werk wel. En die vrouwen lopen... whatever. Pannenkoeken zijn klaar. De pannenkoeken zijn klaar. Kom allemaal. Ja, maar vrouwen kunnen ook zingen. Al die kinderen naar binnen. Wat kost een pannenkoek nou? Nou dan. Word wakker en ruik de koffie van de Albert Heijn. En jij als mens, hè? Ja, de Albert Heijn biedt voldoende mogelijkheden. De rotzooi is er reuze goedkoop. Ook bij de Spar, hoor. Mijn dochter die zei op een dag tegen mij van... Nou pap, het is wel zo. Ik kan zien wat ik gisteren gegeten heb. Want vandaag was ik even bij de supermarkt om snoep te halen. En alles wat we... Ja, dat heeft iedere keer 35% korting. Ja, natuurlijk. Ben ik de prins van La Garde? Nee, je stopt je lichaam vol met proteïne, eiwitten dus. Weet je zo? Vetten. En een beetje koolhydraten. Suikerwater. En dat is het. Fruitje erbij. Maar je kan hier op de Arnhemse Markt kan je avocado's kopen. Dat kost geen drol, jongen. Wat zei je nou? Totaal rijpe avocado's. En een avocado klaarmaken is helemaal niet moeilijk. Dus overlangs, dus over de lengte, opensnijden. Niet over dwars, maar over de lengte opensnijden. En dan heb je hem van elkaar. En dan wip je die pit eruit. Met die pit die geef je aan je kind. En je kind geef je een bakje mest of zo. Dan stop die pit er maar in. Even kijken wat dat wordt. Toch? Nou dan. En wat je overhoudt. Dan heb je zo'n kuiltje in beide helften. En dan een lekkere olijfolie erin. En een dure. Klein schootje. Zout en peper. Iedereen een theelepeltje. Een klein lepeltje. En dan opeten. Je vet, proteïne en veganistisch. Dat kan je ook doen. Je gaat mij niet vertellen dat het leven in Nederland onbetaalbaar is. Niet waar. Heel betaalbaar. Je moet niet wensen. Oh Lord, can you buy me a Mercedes-Benz? Janis Joplin. Nou dan. Ja,
had maar Janis Joplin. Dat was een blanke met rossig haar. En daar hou ik niet van. Ja, you go fuck yourself in your own a-hole. Janis Joplin kon zingen. The blues. Dat ik het even weet. Het gaat om het realiseren. Heb je zo'n fan die heet, ik dwaal even af, hè? Die heet Marcel Messing. Het gaat over het wakker worden. En worden wij wakker. Maar het is helemaal. Ja, ik doe er niet aan, hè. Je hebt de wakkere mensen. En die kijken toe en die denken van, godverdomme, als ik geen gelijk heb. Maar dit is een puinhoop. Ja. Dat is de wakkere mens. Ja. En Marcel Messing zo'n beetje zijn heilige woorden uitspreken. Dan denk ik, ja, jongen, kom op. Nee, maar Marcel Messing is niet mijn... Het is niet mijn idool. Maar dat geldt ook helemaal niet, want ik ben alleen maar Perry Winkel. Iedereen scheldt me uit voor Perry Winkel, dus lulletje rozenwater. Ik ben lulletje rozenwater. Dat mag best, dat mag je van mij zeggen. I don't care. Ik geef er zelfs geen zesde letter om. De F. Geen zesde letter maal ik daarom. Ja. En zo moeten jullie ook worden. Een levende zijn onder de stervende. Al die stervenden die gaan bommen gooien op elkaar. Ja, we gooien nog een bom en daar een bom. Ja, ga maar lekker in gang, man. Het heeft geen waarde. Dat is het punt. En mijn kiespijn gaat langzaam voorbij. En dat is mooi. Want ik ga de boel opstarten. Ik ben er klaar mee. En alle aanvallende geneigenden volgen mij. En anders doe ik het in mijn eentje. Dat wordt leuk. Want die heb ik ook uitgewerkt. Ik beland dan in de gevangenis. Die heb ik uitgerekend. Wat gaat er mis als iemand als ik belandt in de gevangenis? Helemaal niks natuurlijk. Ik ken de truc. En jij ook. Of je bent verstrikt, dat kan ook. Dat is vervelend.
als je verstrikt bent in je denken, dat is naar. Ja, voor jou en voor je omgeving. Hou daar rekening mee. Dus als jij verstrikt bent in je denken, ga niet om met andere mensen. Alsjeblieft. Werk je eigen gedachten uit. En kom dan terug. Kom terug bij leven. Wij kunnen die katholieken niet bestrijden. Punt. Wij kunnen zorgen voor onze kinderen. En promiscue vrouwen is ellendig. Daar krijg je van die hoerendochters van. Maar die zijn ook niet allemaal slecht. Dat mag je niet denken. Erg, hè? Dat je alles, zelfs een mug, moet je vergeven. Houd het in gedachten. Ik praat namens de Heere, Heere. Want vergeving is alles. En jij moet vergeven. Want ergens inwendig ben je boos. Whatever. En op wie dan? En waar ben jij? Je bent een kind van God. Een kind van de Almachtige. Dat ben jij. Of je bent een zak moleculen die afstamt van de apen. Dat kan ook. Dat maakt mij niet uit. Zakken moleculen die afstammen van de apen. Ja, dolfijn, man. Ik heb het over de Albert Heijn. Dat is dolfijn. Ja, natuurlijk mag dat. Dat is jouw aanwezigheid. Dan heb je alle hoop opgegeven. Dan denk jij dat de Almachtige niet van jou houdt. En dan heb je een probleem. Maar wat ga je dan doen? Wel werken bij de Albert Heijn? Want die directeur, die CEO, de Command Executive Officer, die beurt 2000... €2000 per uur. En heeft een taxichauffeur. Mm-hmm.
Ik heb het niet uitgevonden. Je gaat mij niet vertellen dat ik de schuldige ben omdat ik het gezegd heb. Wat is dat nou? Al die arme mensen. Die daar werken. Al die managers die gaan tevreden naar huis om hun chagrijnige vrouwen proberen te neuken. Ja, dit is ons bestaan. Dit is ons bestaan. Met een Albert Heijn mee te gaan. Ha 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 ha, ha 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 ha. Er zijn goedkope waren daar. Die eieren zijn goed. Melk kan je er halen. Daar hebben ze aanbiedingen van 35% korting. Want weggooien is zonde. En dat is het al. Ga dan naartoe. Voor 5 euro meuk. En dan geef je 5 personen te eten. Het kan. Laat ik dat gezegd hebben. Mijn kiespijn is echt zo goed als bijna weg. Nee, dat gaat de goede kant op. Komt door die alcohol van de Albert Heijn. Goede alcohol daar. Ja, hè? Ik ken ook Ronald Jan Heijn. Die zoon van die vader die vermoord is door Ferdi E. Zijn achternaam is Erasmus. En de broer van die moordenaar van Albert Heijn. Volg je me nog? De broer van de moordenaar op Dinges Heijn. De vader van Ronald Jan. Die broer, dat was mijn ICT-leraar. Ik heb niks van Erasmus geleerd, by the way. En Ronald Jan Heijn, die heb ik de hand geschud. Ik ken die familie. Ik denk dat ik een Skype-uitzending wil maken met Ronald Jan Heijn. Als hij het durft. Om te accepteren dat ik dat wat zijn familie doet, respecteer. Die kinderen moeten leren dat ze niet hun hele leven lang voor 5 euro per uur in de Albert Heijn kunnen werken. Dat doe je als je woont bij je ouders thuis. Ouder. Enkelvoud. Dat is een goede boodschap. Een evangelie. Of gelie. Evan betekent blij of goed.
Je mag zelf kiezen. Dit gaat over de Albert Heijn. En onze aanwezigheid. Ik wil de markt terug. Ik wil dat er gegeten wordt in de stad. Van de groenten. Dode varkens. Maar niet. Dode vissen. Dat gebracht wordt naar de stad. En alleen dat. Een rode poon. Dat is bijvangst. Dat kost geen drol. Moet je wel zelf klaarmaken. Maar even nou weer. Je bent toch een moeder. Of een vader die kan koken. En een vader die niet kan koken, dat is je vader niet. Een vader kan koken. En hoe maakt een vader een rode poon schoon? Nou, dat doet hij als volgt. Als eerste ga je mee aan de hand van je vader naar de markt. En dan kies je vader de verse ponen. Hele vissen. Bijvangst is dat. Het is een grondvis. Er zit bijna geen vlees aan. Of vis, of visvlees. Bijna niet. Nee. Maar je vader weet hoe hij dat klaar moet maken. En jouw vader die heeft een maliënkolder als linkerhandschoen en een superscherp mes. Alles eraf. Die buik moet open, al die rotzooi moet eruit. En dat moet allemaal in de, niet in de vuilniszak, nee, dat doen we in de madenboerderij als je buiten woont. Dan maak je maden. Dat is erg leuk. Heb jij een vijver? Kan jij een vijver graven? Of ben je helemaal Kolesnikovs dat je niet meer kan graven? Dat kan ook. Hè? Je maakt een vijver. En dan vissenmeuk erin. En een madenboerderij. En af en toe dan hebben die maden er helemaal zin in. En die gaan vanuit de madenboerderij. Oh, ik ga de wilde wijde wereld in. Plop in het water. En die vissen die zeggen hap. Daar krijg je dikke vissen van. Snap je? Ja, ik wil het daar maar bij houden. Hè? Maar daar hou ik van. Heb je nog los van, dan koop je dus op de markt, koop je zo'n rode poon. En hoe gaan we dat dan doen? Nou, die kop die moet eraf. Daar heb je helemaal niks aan. Die kop van de vlieg is voor de vliegen. En de kop van de vis is voor de vliegen. Nou, die rotzooi eraf. En die rugvin die moet eraf. Kill de mofo. Ja, hij is toch al dood. Die rotzooi moet eraf. Die rugvin, daar heb je helemaal niks aan. Dat harde stukje over de hele rugtoestand heb je ook niks aan. Wat hou je over? Ja, dat is 70 gram per poon. 50 gram. Lekker man. Insmeren met, ik zou zeggen sambal, tomatenmeuk, pepermeuk, zeg maar. Of je gaat op z'n Italiaans en dan doe je er peterselie, knoflook en
die buik helemaal vol proppen en inpakken in aluminiumfolie. Wat kost zo'n ding? Wat kost die aluminiumfolie? Dat kost helemaal niks. En de witte rijst erbij. Iets van komkommer. Maar dat vind ik. Dat is mijn mening. Iets serieus bedoeld, ben jij maar. Als grapje bedoeld. Wat lekker hoor, rode pauw. Ja, al die vinnen eraf. Dat hele darmkanaal, hup, alles eruit, al die rotzooi. Die gaat naar de madenboerderij. En die buren maar klagen over, ja, maar we ruiken. Ja, die buren moet je voor de kop schieten met de Kalasjnikov. Dat kan je toch zo maken, man, in je tuin. Dan graaf je een gat. Dat loopt vanzelf vol met water. Zeker hier in Arnhem. Al die regen. En dan een madenboerderij erboven. Die vliegen die komen allemaal op visite. Oeh, lekker neuken hier. Oeh, het lijkt Jap Jumbo. Huh. Nou, die vliegen lekker neuken. Allemaal eieren leggen. Die vreten die vissenkoppen op. De laatste rotzooi, als die maden alles hebben opgevroten. Ja, dan kan die rotzooi, ja, dat wordt humus. Hè. Kan je aan de planten geven. Kwestie van door laten fokken. Ja, daar hou ik je van. Hè? Dat vind ik liever door. Dan de Albert Heijn. Maar de Albert Heijn die moet er ook zijn. Dat nou. Al die wijfjes die lopen brullen van ik wil verse koriander. Even het recept voor verse koriander. Je schaft korianderzaad aan. Jij zorgt met je dikke billen en je korte beentjes voor een grote pot. En dan doe je die zaadjes netjes verdeeld. En dan de hele pot achter glas. En kijken wat er gebeurt. Hè? En ik neem de Albert Heijn niks kwalijk. Dat is helemaal niet waar. Het is belachelijk. Hier in Arnhem hebben ze de markt afgeschaft op woensdag. En waarom? En nu alleen nog maar op vrijdag en zaterdag. Ja, maar waarom? Ik zou het bij Tautatus niet weten. Behalve als ik geloof dat de katholieken er weer eens achter zitten. En die kinderen maar werken bij de Albert Heijn voor 5 euro per uur. Ja, daarvan kan ik niks kom op, man. Daar hou ik geen drol over. En dat vind ik van de Albert Heijn.
En verder geen probleem. Men gaat zich verantwoorden. Ja. Op de ene manier of de andere. Het is geen toneel, hè? Dus, ik heb nog niet. Ik voel er nog een. Ik voel er nog een. Ik denk het wel. Dit waren er 5. Wat maakt de Albert Heijn? Dit zijn er 6. Ik denk dat ik pollenallergie heb. Ook dat nog. Ja, dat kan er wel even bij. Samen met Albert Heijn. Nee, ik heb... Ik heb geen pollenallergie van de Albert Heijn. Dat is niet waar. Maar wel als ik kijk naar... Komt er nog een, hoor. Als ik nu kijk naar die kinderen... Dan denk ik... Oh, mijn jeetje, kreetje. Wat zijn jullie onvolwassen... Nou, mijn niesbui is voorbij en mijn kiespijn is aan het dalen. Ik denk dat het goed zal gaan met mij. Met mijn woord laat ik jullie niet verdwalen. Ik leid je tot de Heer en die heet de harde werkelijkheid. In dit geval de Albert Heijn. Dan ga alsjeblieft Last Tango in Paris kijken. Met Marlon Brando. En Apocalypse Now. Met Marlon Brando en Charlie Sheen. In allebei krijg je blote titel te zien. Dus dat is geen probleem. Dank jullie wel voor het luisteren, hoor. Ik stel het heel erg op prijs. Ik heb dan zomerallergie, hatsjoe en zo. Ah, daar ga je in de regel niet dood aan, dacht ik. Dus ik leef morgen nog. En misschien overmorgen ook nog. Nee, maar dat wordt leuk. En nu jullie nog. Leef je nu? Terwijl je zit te luisteren naar een hatsjoe persoon. Nou dan. Dan zijn onze woorden uitgesproken. En we hadden het over de Albert Heijn. En ik wil liever de markt. Met echte, dode... Vissen.